Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Leuk dat je bekijkt en het is maandag. En ik moet nog 2 weekjes werken en dan is het zomervakantie. Ik moet al nog wel werken, maar in ieder geval dan hoef ik niet meer naar locatie toe. Ah, is echt even aftellen dit. Ik ben ontbijt aan het maken om mee te nemen naar werk. En echt vet lieve reacties weer dat de vlog van vorige week wel leuk was. Dus dat vind ik altijd leuk om te lezen. Ik ben niet zo blij met mijn haar. Even dat terzijde. Ik ben ook blij dat deze spiegel nu hier in de keuken hangt. Heb ik hier opgehangen. Ik heb echt een uitgroei en de onderkant is helemaal aan het verkleuren. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik weet het gewoon niet. Mijn kapper heeft geen plek. Helaas. En als ik het zelf ga doen, dan weet ik het alweer. Dan wordt het niks. Ik laat het wel gewoon los, denk ik, vandaag. Het is beter dan in zo'n staart. Oh ja, vanmiddag moet ik naar het ziekenhuis. Moet ik even bloed prikken en zo. Want ik heb binnenkort een darmonderzoek. Dus daar moet ik allemaal dingetjes van tevoren voor regelen. Bijna geen zin in, maar goed. En ik ga mijn nagels laten doen. Eindelijk heb ik echt heel veel zin in. Bij Studio en Lak in Groningen. En ik heb nog nooit mijn nagels laten doen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik had gewoon helemaal zin om, om dat gewoon een keertje aan te pakken. Dat ik gewoon echt super mooie nagels heb. Love it. Dus dat ga ik doen. Ik denk dat dit ook al klaar is. Ik voel me een beetje herboren of zo. Vorige week toen ik wakker werd, was ik zo moe. Ik heb nu dit weekend gewoon echt eventjes lekker bijgetankt. En gewoon lekker vroeg geslapen. En nou, gewoon echt eventjes me-time gehad. En ik had daar gewoon zoveel behoefte aan. Het waren ook wel 2 drukke weekenden. Ik had dan eerst die bruiloft. Nou ja, weinig geslapen. Vorig weekend festival. En nou ja, ik kan nooit zo goed uitslapen ook. Dus dan heb ik gewoon altijd dat ik dan gewoon nog vet moe ben. Dat zit gewoon helemaal in mijn systeem. Dat ik gewoon altijd vroeg wakker ben. En dan ook al ga ik uit of heb ik iets. Ik ben gewoon vroeg wakker. Nou, en op een gegeven moment is mijn lichaam dan gewoon op. En dan ben ik gewoon helemaal moe. Dus ik was blij met dit weekend. En dat het bijna vakantie is. Dat helpt ook wel mee. En mijn outfit van vandaag is very basic. Ik heb gewoon een grijs shirt, een pantalon en sneakers van Van Haren. Eigenlijk moet ik al weg. Ik ga eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik die kant op. Ik ben zo blij. Kijk die zon. Die heb ik zo lang op gewacht. Iedereen, volgens mij. En dan hoop ik gewoon dat die gewoon blijft schijnen vandaag. Ah, ik ga mezelf helemaal opladen straks in de zon, jongen.
Ik ben weer thuis en mijn nagels, kijk nou. Ik ben er echt vet blij mee. Het zijn gewoon mijn eigen nagels met biap en gel lak eroverheen. En ik heb donkerbruin gedaan met een swirl, dus ik ben er vet blij mee. En ik heb gelijk alweer een vlek in mijn shirt. Ik ging net olie in de pan doen en toen knalde het op mijn shirt. Maar ik ga dus nu eventjes koken. Ik was in het ziekenhuis geweest, bloed geprikt. Ik was lekker gaan lopen. Ik dacht, het is altijd zo druk op de weg. Ik was toch al in de stad, dus het is helemaal chill. En nu ga ik even lekker eten. Ik heb aardappel. Oh. En een vegaburger. Ik ben helemaal lekker gedoucht en ik ga zo even mijn skincare doen en ik ga nu even een cacaotje maken. Dat is dus deze. Dat is pure cacao en ik neem dat eigenlijk altijd één kopje per dag. Waarom is die zo bol? En dan ga ik daarna altijd eventjes schrijven, mediteren. Ik weet niet. Ik krijg er altijd wel gewoon een heel rustig gevoel van. Verder geen drugs of zo. Maar het is cacao. Ik heb nu even kijken hoor. Volgens mij heb ik het wel eens eerder proberen uit te leggen. Oh, lekker allemaal in het Engels. Joh, geweldig. Meer connectie met jezelf, met de wereld en met anderen. En met je innerlijke zelf door die pure cacao. En ik maak het dus altijd met een beetje melk. Dan doe ik het even warm maken. Een beetje. En de helft doe ik dan heet water. Of gekookt water. Anders heb ik zo heel veel melk. En oh my god, ik krijg zoveel reacties op die kopjes. Dus ik word er eigenlijk een beetje... ik word er een beetje onzeker van. Echt heel stom. Ik sta echt helemaal volledig achter deze kopjes. Maar kijk, weet je wat het is? Ze zijn dus niet helemaal recht. Maar ik vind dat dus helemaal niet erg. Ik heb zoiets van, ja weet je, het is met de hand gemaakt. Het is gewoon uniek. En ik vind het gewoon helemaal leuk. Maar nu gaan mensen dus al vragen, zeg maar, kan ik het bestellen? En dat vind ik echt super leuk. Maar ik vind het ook gewoon een beetje eng of zo. Dat ik denk, oh my god. Ik heb dit gewoon gemaakt. En nou ja, elke dag drink ik er gewoon uit. En ik ga er ook geen zieke hoofdprijs voor vragen. Het is natuurlijk wel leuk. Dus ik... En ik heb natuurlijk niet zelf een oven. Dus ik kan ook niet echt, zeg maar, bepalen... wanneer die kopjes klaar zijn. Het is gewoon een beetje slow life. het duurt gewoon allemaal eventjes wat langer. Maar goed, dan heb je ook wel wat leuks en unieks. Denk ik dan maar. Ik wil geen dikke fabriek zijn of zo. Misschien ooit wel. Maar voor nu doe ik het gewoon... ik ga gewoon kijken hoe het loopt. Dit zijn dan de kleine kopjes. En ik heb nu ook een slagje groter gemaakt. Dit is echt wel voor een espresso. En ik heb ze nu dus een beetje zo'n formaat gemaakt ook nog. Dat hier ook wel echt een koffie in kan of een cappuccino. Maar ik vind het wel echt heel bijzonder. Dus, vet leuk. Mijn cacao is helemaal gesmolten. En dan doe ik er warme melk. Dit is al klaar en niet opgeschuimd. En dan ga ik even lekker schrijven. Ga ik even wat ideeën op papier zetten. Ik wou nog even zeggen. Ik heb nu mijn nagels gedaan. En ik voel me helemaal gewoon helemaal verzorgd. Ik vind het echt zo chill. En toen dacht ik, ik wil ook iets met mijn wenkbrauwen doen. Dus ik heb eventjes een afspraak gemaakt om mijn wenkbrauw een beetje zo te liften en te verven.
Dus dat ga ik ook binnenkort doen. Zin om gewoon zelf lekker helemaal te verwennen. Soms heb je van die, zo van die periodes. Dat je, ja, ik weet niet. Dat je gewoon lekker jezelf eventjes in de watten mag leggen. Dat is gewoon fijn. Dat is gewoon een fijn gevoel. Vrouwelijke energie naar boven halen. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben echt heel blij met mijn nagels. Zo. Hallo, George. Ik heb lekker geschreven. En ik heb even lekker een serie gekeken. En nu ga ik slapen. En dan is morgen dinsdag alweer. Ik heb morgen heb ik niks echt op de planning staan volgens mij. Ja, werken. Daar. Verder eigenlijk niks. Dus ik zie het wel. Tot morgen. Morning. Het is dinsdag. Ik heb mijn nieuwe broek van Zara aan. Ik stoot elke keer mijn hoofd aan de lamp. Even kijken. Het is veel te vroeg, joh. Het is 7:50. Ik moet 7:45 weg. Neem je nog meer mee? Als je op vakantie gaat. Een caseboot. Oh, neem je dat mee? Nee, daar kan je mee. Wacht even hoor, daar kan je mee op vakantie. Deze neem je mee op vakantie. Wat is dat? Een zonnebril. Goed zo. Kijk, ik heb ook zonnebril. Zonnebril. Waar is de zonnebril voor? Daar is de zonnebril. Ja, daar. Ja. Wat zijn dat? Slipper. Ja. Ik kan nog wel even eentje doen. Oh, het is heel donker mijn beeld. Wacht even. Het is hier ook heel donker. Ik ben weer thuis. Wat vet drukke dag op werk. Dus echt zeg maar de laatste dingen allemaal voor de zomervakantie. Dat merk je gewoon echt aan iedereen. Iedereen trekt aan. Maar goed. Nog even volhouden. En dan is het bijna vakantie. Even kijken. Ik had een nieuw boek gekocht. En die kwam vandaag binnen. De kracht van familieopstellingen. Heel interessant. Dus daar ben ik mee begonnen in lezen. Of in begonnen te lezen. Even denken. Wat wou ik zeggen? Niks. Ik ga eventjes bezig met mijn kopjes. Even wat dingetjes bestellen ervoor. Ik had iets besteld en dat zou vandaag geleverd worden. Maar dat is dus niet geleverd. En er zit wel een briefje in de bus, maar niet zeg maar of het morgen wordt geleverd. Of het bij de buren ligt of whatever. Heel raar vind ik dat. Dus dan kan ik weer bezig met mijn kopjes. Nou. Good morning. Woensdag. Ik heb een koffietje. En ik ga even mijn was doen. En ik had deze van de samenwerking gekregen. En die ruikt zo lekker. Nou is het... Ah, wasmiddel. Nee, wasmiddel heb ik nog een beetje. Maar de wasverzachter is op. Nou echt, als je lekkere. Het is nou ja, misschien ook een beetje verkoopapparaatje. Maar ik ga dit, als dit een winkel is, dan koop ik sowieso deze. Want het is echt heel erg lekker. Het is niet alleen maar dat ik... ik hoef eigenlijk helemaal niet. Een tipje. Dus dat. Even aan. Ja. En sinds ik die nagels heb, moet ik het eventjes elke dag insmeren met van die nagelolie. Maar ik heb nu die van de Kruidvat gekocht. En als ik dat erop doe. Nou, het lijkt wel alsof ik met mijn vingers in de shampoo heb gezeten. Zo vreselijk zoet. Of het plakt. Dus ik denk dat ik even andere ga halen. Die in de nagelsalon had echt hele chillen. Maar die was niet zo vettig. Deze is echt super plakkerig. Nou ja. Lekker gelezen net in mijn bed. Echt interessant boek. Familieopstellingen. Lijkt me ook wel tof om dat een keer in het echt te doen. Dat hoeft niet dan zeg maar met je eigen familieleden. Maar dat kan dan gewoon met onbekende mensen. Maar je kan, er staat ook een opdracht in het boek. Dat je het zelf kan doen met. Weet ik veel. Gewoon met paperclips. En zo.
Kan je hele familie opstellen. Nou, ingesmeerd. Ook wel erg handig dat ik dit doe voordat ik mijn gezicht moet doen. Maar ja. Ik ben weer thuis. Ik was eventjes de stad in geweest en het was zo benauwd. Ik had een jas aan en toen dacht ik, nee, dat hoeft helemaal niet. En ik was even bij de Dylan Camille geweest en toen heb ik zo'n olie gehaald weer voor in mijn geurwolkje. En het is citroengras en dat is zo lekker fris. En toen was ik ook nog even bij de Action geweest en heb ik even nieuwe voorraadpotten gehaald. Want die van mij, ja, ik waren gewoon een beetje lelijk. En ik zag deze staan en ik dacht, oh, dit is helemaal leuk zo. Dus die heb ik gehaald. En nog even wat kaarsen. Want het is hartstikke donker. Ik doe het gewoon. Helemaal gezellig. Kijk deze kleurtjes. Helemaal leuk. Nou, bij de kruid van nog dextro. Ik vind het altijd wel chill om te hebben. Stempelkussen voor mijn kopjes. Als ik zo'n stempel op het papier wil doen. Dat is ook bij Sustrene. En ik heb zo nog een Instagram meeting. Van werk, dus dat heb ik zo meteen nog. Maar ik dacht, ik ga even een koffie maken. En dan... Oh, vanavond is ook voetbal. Ik heb geen enkele wedstrijd gekeken. Het interesseert me echt geen biet. Het interesseert me echt geen hol. Mijn moeder zegt, ga je voetbal kijken? Iedereen vraagt. Maar nee, ik vind het gewoon niet leuk. Ik hou niet van voetbal, ook al is Nederland. Het interesseert me echt niet. Erg, hè? Oké, dit gaat niet met één hand. Good morning. Heerlijk geslapen. Zo, ik ben me aan het klaarmaken. En ik ben echt blij, want mijn huid is zo goed als weer oké. Ik had, sowieso heb ik maar gewoon gedacht van oké, dit is gewoon eventjes een periode dat mijn huid gewoon wat minder is. Maar ik had dus... tea tree oil had ik, dat moet je niet zo op je huid doen, want het brandt echt als een gek. Maar dit is dus ontstekingsremmend en het is gewoon een natuurlijk product. En ik heb het gemengd met water en toen heb ik gewoon met watjes er zo op gedaan. Nou, en dan droogt het gewoon uit. En ik heb ook nog deze tea tree, ja, dat is een spot stick. En die is al, zeg maar, vermengd, dus deze is niet zo hardnekkig. Dus dit zijn echt wel twee hele chille dingen. Maar ja... Oké. Nog 2 dagen lekker werken. Ik had ook gisteren een pakketje binnen. Van mijn klei. En ik heb echt vet mooie kleurtjes binnen. Ja, je ziet het niet zo goed, maar roze kleurtjes en een paarse kleur. Oh, ik heb zoveel zin om ze helemaal te glazuren. Even denken... Zometeen naar Musselkanaal. Neem ik even lekker koffie mee. En... Even denken. Oh, die lekkere geurwolkje staat nu aan. Dat is zo chill. Deze. En dan heb ik deze olie erin gedaan. Dat heb ik volgens mij gisteren al laten zien. Zo, ik ben ready met werken. En... Ja, het is echt vreselijk. Zo, lekker koken. Ik doe vandaag helemaal lekker makkelijk. Gewoon wraps. Echt zin in. We hadden op mijn tv het niet. Weird. Wat had ik gedaan? Ik ging even in de stad lopen. Was verder niet heel boeiend. Het was vooral heel druk. En ik ga nu eventjes dus koken. Oh ja, ik was bij de Zara. En daar werkt zo'n knappe jongen. Echt niet normaal. Jonge man. En elke keer als ik daar ben, dan... Ik weet niet. We kijken elkaar altijd wel een beetje aan en zo. En toen ging ik mijn kleren terughangen na het passen. En ik had mijn oordopjes in. En toen zei hij dankjewel. En toen bleef hij me heel erg aankijken. Dus ik was helemaal awkward. Ja, dankjewel, zei ik. Ik dacht echt, oh my god, Anne... Kom op. Ik liep echt fucking awkward weg. Ik ben echt zo ongemakkelijk soms.
niet normaal. Maar goed, hij is wel heel knap. En ja, wie weet. Ik moet gewoon niet zo awkward zijn. Dat heb ik heel vaak. Of nou ja, niet heel vaak, maar zeg maar wel op dat soort momenten. Dan zeg ik, denk ik echt, waarom zeg ik dankjewel? Hoezo zeg ik dat? Nou goed, dat was mijn hoogtepunt van de dag. Kijk nou even, heer Lee. Oh, ik zat op de bank en ik dacht, oh, ik moet nog ergens heen. Ik heb gewoon echt even zin om gewoon eventjes te rijden. Ik vind dat zo chill, hè. Gewoon lekker in de auto stappen en gewoon lekker rijden. En toen dacht ik ga nog even naar de Action, want ik heb toch wat spulletjes voor werk nodig. Etui. Stiften. Pennen. Lijm. En deze spelletjes voor de kinderen zijn echt fantastisch. Match It. En ik had deze twee nog niet, dus ik heb deze gekocht. Ze zijn echt 1 euro per stuk. En het zijn echt de geweldigste spelletjes. Die vinden kinderen echt zo leuk bij mij op school. Dus dat heb ik meegenomen. Nou, deze voor in mijn wekkerpotjes. Ook van de Action. Hij is leeg, dus die moest weer even vol. Mijn lievelings iced tea. Een herbruikbare fles. Hoef ik niet steeds van die plastic flesjes te kopen. En oh ja, als we dan ganzenwoorden zo gaan spelen, dan kan ik deze gummetjes gebruiken als looppoppetjes. 40 cent! Ik liep echt in de Action. En ik dacht echt, oh my god. Gewoon hele sieradenkisten voor 1,40 euro. Echt als ik vroeger, als ik klein was, als ik in de Action was. Nou, dan had ik echt alles wel kunnen kopen. Allemaal sieradenbakjes die je dan kan versieren met allemaal leuke steentjes en zo. Nou, het is zo leuk en het kost echt geen rol. Nou, als ik kinderen heb later, dan ga ik helemaal los daar. Maar goed, dat heb ik dus gekocht. Oh ja, wc-ding. Leuke kleurtjes. Tandpasta. En dat was het eigenlijk. Oh, ik vind deze spelletjes zo leuk. Ze gaan morgen echt blij zijn met deze. Morning, ben ik weer. Mijn lens is een beetje vet. Wacht even. Ja, oké. Ik heb vandaag deze rok aan van de Zara. Ik vind dit altijd wel een beetje vervelend. Maar goed, ik kan er niet echt over. Ik had deze gisteren bij de Kruidvat gekocht. Ze hebben de laatste tijd dus echt zoveel van die chille dingen qua eten. Had ik volgens mij al eerder gezegd. Dat je dan voor best wel een goedkope prijs gewoon van dit soort. Want volgens mij is dit in de Albert Heijn veel duurder. Dit was 2,50. Of nee, dit was 2 euro. En ik heb mijn pillendoosje. Hier zitten mijn vitamine in. Deze doosjes heb ik bij de Action een keer gehaald. En ik vind het echt wel heel chill. Want anders moet ik al die grote potten meenemen. Of ik deed wel eens in een zakje. En toen dacht ik, oh ja, ik heb deze nog. Dus die heb ik ook mee. Bijna weekend. 1, 2, 3, 4. Zo. Nou, ik ga even klaar. Gevonden. Welke? Oké. Okay. Kijk eens even wat ik heb gekocht. Een vet leuk kleedje. Hij was 4 euro bij de kringloop. En even kijken. Deze leuke vaas. Kijk nou, dit is toch prachtig. Love it. En ik wil nu naar de winkel, maar het is zo erg aan het regenen. Echt insane. Maar ik moet wel naar de winkel. En ik ga niet met de auto. Maar ik heb ook helemaal geen zin om mezelf helemaal psychnat te laten regenen. Dus ik moet even denken of ik ga even kijken wanneer het stopt met regenen. Ja, iedereen gaat naar mijn seinen. Omdat mijn lichtstuk is. Maar dat weet ik al lang.
Zoals jullie konden zien, was ik weer eventjes lekker gaan sporten. Ik was zo vroeg wakker. Echt weer om 5:15, 6:30 zoiets. En toen dacht ik, wat ga ik doen? Ik ga lekker sporten. Dus dat heb ik gedaan. Even boodschapjes gedaan. En nu ga ik even douchen. Er zitten hier allemaal vliegen in huis. Helemaal niet chill. Want ik heb de deuren weer open gehad. En het regent weer. Ik heb net de vlog van Elise Boers gekeken. Over dat ze die notenallergie had gehad. Nou, echt. Echt een bizar verhaal. Ik moest er bijna... Nou ja, ik moest echt bijna van... Ik ben gewoon heel gevoelig. Dus dat als er dan zulke dingen gebeuren... Ik ken haar niet persoonlijk, maar dan... Oh, ik trek me dat zo erg aan. En ze vertelde het zo in detail... Dat ik dacht echt... Oh my god, je zou dat maar meemaken. Oh, vreselijk. Dus ik was er wel eventjes van onder de indruk. Ook dat je dan in een vreemd land bent en dan gebeurt er zoiets en dat je dan dat je bijna doodgaat. Echt niet fijn. Maar goed. Ik ga straks even bezig met mijn kopjes. Ik heb nu echt een goed roze... Ja, je ziet het nu niet goed, maar een heel mooi roze kleurtje. En kijk. Dit is ook schattig. Roze met groen. Aan de binnenkant groen. Echt heel leuk. Dus ik ga ze vandaag even afmaken. En ik denk dat ik ze dan morgen weer eventjes heen breng. Maar ik ga nu eerst even lekker douchen. Good morning. Ik was gisteren eventjes drankjes. Nou ja, ik ging bij een vriendin langs. En toen hebben we even lekker drankjes gedaan. Fles wijn gedronken. Was niet de bedoeling. We zouden eigenlijk gaan kringlopen en zo. Maar het was gewoon gezellig. We hebben dus daar lekker gechilled. En het was ook echt vreselijk vies weer. We hadden ook niet zoveel zin om naar buiten te gaan. En nu is het 7:00. Ben ik wakker. Heb ik lekker koffie. En ga ik zo meteen even mijn kopjes verder afmaken. En dan ga ik ze weer eventjes wegbrengen. Ik had gisteren gesport en ik heb nu spierpijn in mijn kont. Ojojoj. Nou, oké. Okay. Nou, de kopjes. Dit is een blauw met roze kleurtje. Oh, dit is zo schattig. Love it. En die andere allemaal daar. Ik kan echt niet wachten tot ze weer... Oh, ik wilde vandaag weer gaan sporten, maar ik denk dat ik het even niet doe. Dat ik morgen of zo weer ga. Ik hou ervan ook gewoon eigenlijk om heel vroeg te gaan. 6:00 het liefst. Gewoon eruit en gelijk gaan. Maar ja, het is nu al te laat. Het is nu al iets van 8:30 of zo. Dus ik ga eventjes lekker chillen in bed. Met koffie en een serie. Ik ga even ontbijtje maken. Oh, ik hou echt van het nummer dat album van Billie Eilish. Even kijken. Grappig, vriendin is nu in Mexico voor honeymoon. Ik krijg allemaal leuke filmpjes doorgestuurd. Het is natuurlijk tijdsverschil, dus ze was helemaal lekker aan het feesten. En ik ben net wakker. Echt leuk. Wat hoor ik? Ik ga lekker eitje maken. Met een avocadootje. En tomaat. Heb ik die ook nog? Oh, zo blij van hoort. Gewoon van zo'n hele schaal met allemaal groenten en fruit.
Love it. Ik heb altijd groente en fruit in huis. Ik ga even verder ontbijt maken. En ik denk dat ik nu ook de vlog ga afsluiten. Want anders wordt hij echt mega lang. En kan ik hem niet meer uploaden. Dus bedankt weer voor het kijken deze week. En dan zie ik jullie volgende week weer in een nieuwe vlog.